Sven van Vlaslaar, mountainbiker. Wat doet een mountainbiker hier op het provinciaal kampioenschap? Ja, een beetje snelheid opdoen voor de komende wedstrijden die er nog gaan aankomen in het mountainbiken. En ja, ik kan wel aardig mijn mannetje staan eigenlijk op de weg ook. Dus dat bracht me hier in Nieuwrode. Ik ben dan van Baal, streek. En ja, we zien wel. Allee. En wie is Sven van Vlaslaar? Voor de onbekende mensen zoals wij bijvoorbeeld. Gewoon... Al wat gepresteerd in mountainbiken? Vorige week tweede in de Flanders Cup in Oostende. Geen grote uitslagen eigenlijk. Nee, niet speciaal iemand. Zijn er dan geen mountainbike-wedstrijden genoeg dat je deelneemt aan een wegwedstrijd zoals deze vandaag? Voor het moment nog niet. Voor het moment door corona is het mountainbike heel laag. Dus terug aan het komen met mountainbike in Beringen volgende week. Flanders Cup is terug aan het opstarten. En ja, vandaar nog eens een wegwedstrijd. Met jouw Mosquito-team wordt er hard gereden vandaag. Zijn er nog andere ploegmaats die misschien in het oog kunnen springen voor een overwinning? Of is dat te hoog gegrepen? Ik denk dat er vandaag niemand anders hieraan deelneemt. Alleen ik. Zoals ik zei, omdat het ook in de streek is. Ik ken het hier goed. En vandaar dat ik eigenlijk hier kom rijden. Dus ik heb geen... Je kent het toertje dus waarschijnlijk van buiten. Waar moeten we op letten? Wat zijn de speciale punten? Wat zijn de gevaarlijke punten op dit parcours? Ik denk dat het gevaarlijkste punt hier in het centrum ligt. De bocht rechts indraaien, dan terug rechts. Dan een beetje links. Voor de rest zijn het lange rechte stukken, dus daar zit niet echt gevaar in, denk ik. Ik denk vooral de betonbanen, die eigenlijk niet super goed zijn, maar dat we daar toch wel moeten op. Dus jij verwacht waarschijnlijk een massasprint? Dat denk ik niet. Ik denk dat er vrij sterke jongens in het deelnemersveld zitten die willen hier kunnen wegrijden. En wie moet ik dan tippen als winnaar? Ik ben niet echt kenner in het, maar ik denk de gebroeders van Roy dat die wel sterk zijn. Dus ik denk dat die wel hier van voor kunnen strijden misschien. En wat betreft het mountainbiken, wat hoop je nog te presteren dit jaar? Altijd zo kort mogelijk eindigen. Ik ga ook naar het WK Masters normaal in Praloop. 22 augustus, dus ik hoop daar zo hoog mogelijk te eindigen. Vele Belgen die geselecteerd zijn voor dat mountainbike wereldkampioenschap? Het is een selectie, maar het is voornamelijk eigenlijk ja, masters. Iedereen dat master is vanaf 35 mag daar deelnemen. Dus we zien wel waar dat we uitkomen. Conditie zit goed. VVV Grazijde heb ik ook meegereden. Er waren toch wel een aantal elites ook deelnamen. Met een 25e of 35e plaats, sorry. Dus ja, we zien wel. Dus we verwachten jou van voor, maar vooral voor het mountainbiken, denk ik, hè? Dat denk ik ook. Uitrijden zal hier al leuk zijn. En hopelijk dat het weer ons nog wat beter gezind is dan daarnet. Oké, we zien jou terug op het wereldkampioenschap mountainbike dan, hè? Oké, zeker. Goed.